Rulli's Lighting and Decor. Anywhere, any event. Since 1989, your partner in lighting and decor. Rulli's voor de opzet van diverse tenten in verschillende modellen en formaten. De aankleding van tafels, het leggen van rode lopers, vloerbedekking, afzetpalen. Bij Rulli's Lighting and Decor bent u ook terecht voor een podium, een LED-dansvloer, kunststofvloeren, mistventilatoren, sierplanten met speciale aandacht voor de palmen, cabines en booths voor expo's en beurzen, generatoren, de opzet van trustwerken, LED-schermen, LED-stadtafels, LED-baars en LED-krukken, lampionnen, verschillende maro's, kristalzuilen, westerse lampen en kroonluchters, bruidstoelen, weddingstages, bloemdecoraties en LED-verlichting. Rulli's Lighting and Decor. Anywhere, any event. In Dieralan 20 tot 22. Telefoon 533-206, 533-681 of 88-19-15-9. Goeiedag, we zijn nu bezig met de kokosproef. Welke van de twee drankjes is gemaakt van verse, pure kokosmelk? Get your coconut water. What is good for your daughter? Coconut like a lion. Make you strong like a lion. Nee, dit is het. You can cook it in a pot. You can serve it very hot. Dames en heren, hele goedenavond. Het is 9 uur geweest. U kijkt naar Kanaal 8 en dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe aflevering van Achter het Nieuws. Vanavond komen de volgende items aan bod. IMF-topvrouw veroordeeld. VN stuurt waarnemers naar Aleppo. De bedenker van de Heimlich-manoeuvre is overleden. En zoals altijd heb ik weer een bijzondere gast vanavond. Ditmaal mevrouw Cynthia Ashroef. En met haar ga ik praten over het dierenwelzijn in Suriname. Je ziet het allemaal in Achter het Nieuws. IMF-topvrouw Christine Lagarde is toch veroordeeld in Frankrijk vanwege haar rol als minister van Financiën destijds. Ze wordt veroordeeld omdat ze toch nalatig is geweest in de zaak tegen zakentopman Bernard Tapie. Christine Lagarde, de huidige topvrouw van het IMF, riskeerde 1 jaar cel, maar krijgt uiteindelijk geen straf. Wel oordeelt de rechter dat ze schuldig is aan nalatigheid. Oui, je suis quand même assez déçu parce que nous plaidions la relaxe, donc je ne peux pas tenir une langue de bois en disant que tout va bien. Het draait allemaal om haar rol in de affaire van zakenman Bernard Tapie. Die kreeg in 2008, na een jarenlange procedureslag, 400 miljoen euro terugbetaald van de staatsbank Crédit Lyonnais. Volgens Tapie had de bank de waarde van een van zijn bedrijven te laag ingeschat. Op dat moment was Lagarde minister van Economie. Zij heeft te weinig gedaan om de deal van 400 miljoen tegen te houden, vindt de rechtbank nu. Ten slotte ging het om belastinggeld. Volgens sommigen zou president Sarkozy Lagarde destijds onder druk hebben gezet om akkoord te gaan met de deal. Tapie was namelijk een goede vriend van Sarkozy. Maar dat heeft Lagarde altijd ontkend. Encore une fois, madame Lagarde est condamnée à rien. Il n'y a aucune condamnation ce soir prononcée par la Cour de justice à l'encontre de madame Lagarde. C'est aussi le sens de cette décision. Er rijzen nu vragen of Lagarde kan aanblijven bij het IMF. De vorige topman, Dominique Strauss-Kahn, moest in 2011 opstappen na enkele seksschandalen. De rechtszaak rond Lagarde is van een andere orde, maar zou ook gevolgen kunnen hebben voor haar carrière. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem besloten om VN-waarnemers te sturen naar Aleppo in Syrië. Waarnemers moeten toezien op de evacuatie van burgers en rebellen die vastzitten in het oosten van de stad.
De Veiligheidsraad heeft die resolutie unaniem goedgekeurd. Dat toezicht is ook nodig, want hele groepen mannen zijn spoorloos verdwenen nadat ze Oost-Aleppo hadden verlaten. So getting these monitors in to Eastern Aleppo, onto the buses, at the points of egress from the besieged part of Eastern Aleppo, which is now very small but has in it tens of thousands of people still, that urgent implementation of this resolution is everything. Of Syrië die waarnemers ook zal toelaten, dat is een andere kwestie. De afgelopen dagen zijn 15.000 burgers en rebellen uit Aleppo kunnen vertrekken. Onder hen ook Bana Alabet, meisje van 7, dat tijdens de beleg tweets de wereld instuurde over de verschrikkingen in Aleppo en dat de wereld smeekte om te komen helpen. U heeft er vast wel eens over gehoord, of misschien heeft u zelfs deze manoeuvre moeten toepassen. De Heimlich-manoeuvre of Heimlich-greep. De bedenker daarvan, Henry Heimlich, is op 96-jarige leeftijd overleden. Je gaat eigenlijk een vuist maken en die onder het borstbeen gaan steken. De andere hand daarover. En dan ga je eigenlijk krachtig opwaarts de buik gaan indrukken. Dit is het beroemde Heimlich-manoeuvre. En dit is Henry Heimlich die het manoeuvre bedacht. Wereldberoemd werd hij met zijn ontdekking. In 1990 vertelt hij bij Larry King van CNN hoe hij als directeur van een ziekenhuis op het idee kwam. The Red Cross was teaching for many years that when a person is choking on food, you hit them on the back, you do a back slap, or you put the finger in the throat and try to get the object out. In both instances, the object was being pushed tighter into the throat and causing death. So the simple solution was, how do you always drive the object away from the lung and toward the mouth? Heimlich omschreef de methode voor het eerst in 1974, maar nog altijd wordt zijn manoeuvre aangeleerd aan hulpverleners. Het zou al duizenden mensen hebben gered. Het is internationaal gekend. Iedereen kent het Heimlich-manoeuvre. En het is dit jaar nog door Henry Heimlich zelf toegepast op 96-jarige leeftijd. En hij zou er iemand mee gered hebben die zich verslikt had in een stuk voedsel. Hebt u het zelf ooit moeten doen? Ik heb het zelf ooit ook eens moeten toepassen, jaren geleden. Op restaurant was ook een wat oudere man die zich verslikt had in een stuk vlees. Van de schrik, met de schrik vanaf gekomen. Dr. Heimlich is aan een hartaanval gestorven in het rusthuis waar hij nog dit jaar zijn medebewoonster kon redden. Ja, en van Henry Heimlich gaan we naar eigen bodem, waar ik vanavond te gast heb, mevrouw Cynthia Asjeroef. Goedenavond, mevrouw Asjeroef. En wij gaan het vandaag hebben over dierenwelzijn in Suriname. Eerder vandaag is in de DNA ontwerpswet dierenwelzijn behandeld. Daar gaan we het later over hebben. Maar voordat we gaan praten over de wet, wil ik toch even weten wie is mevrouw Cynthia Asjeroef. Ze is voorzitter van de Henk Abraham Stichting. En wat doet deze stichting precies? Wij houden ons bezig met de zwerfdieren op straat. We voeden ze, we lokaliseren dus groepen. En, of ook al zijn het enkelingen, maar we lokaliseren ze. En dan beginnen we ze te voeden. Er wordt elke dag gekookt. En hebben we vrijwilligers die bepaalde gebieden op zich, groepen op zich nemen. En die honden krijgen dan eten, ook katten. Zo heb je ertussen zwerfkatten. Ja. Maar dat is niet alles wat we doen natuurlijk. Om dat zwerfdierenprobleem in te dammen, moet je natuurlijk steriliseren en castreren. Ja. Want als je dat niet doet en als je alleen maar gaat voeden, dan is het dweilen met de kraan open. Hoe is het eigenlijk met de zwerfdierenproblematiek in Suriname? Misschien ook in de stad en in districten. Misschien kunt u daar wat over vertellen. Het nam even af, want er worden veel projecten uitgevoerd door de Stichting Dierenbescherming. Die doet het al nu 8 jaar, regelmatig. Ja. Het is gewoon bijna een constant proces. Ja. En de dieren worden dan gesteriliseerd of gecastreerd. De mannetjes worden gecastreerd, de meisjes gesteriliseerd. Het is een eenmalige ingreep. Daarna hoef je niet bang meer te zijn voor ongewenste puppies of kittens. Want daar gaat het vaak om. Dat die dieren ongewenst zijn, wanneer ze gedumpt worden. Ja. En dan krijg je zwerfhonden. Ja. En katten. En we hadden de hoop dat het minder zou worden. Het is ook een beetje minder geworden.
Maar we hadden echt gehoopt dat het veel minder zou worden. Dus de resultaten zijn nog niet helemaal zoals u ze graag had willen juist, zien. Precies. We hadden het graag anders gezien. We hadden graag dat meer mensen zich voor projecten hadden aangemeld tegen toen 50 SAD. Nu is het 75, begrijpelijk ja. dat de prijs een beetje omhoog moest gaan. Dit is een beetje verbetering. Oké. Als we kijken naar dierenwelzijn in Suriname, in breedste zin des woords, dus niet alleen zwerfkatten en zwerfhonden, maar hoe is het gesteld met dieren in Suriname? Kijk, ik doe veel veldwerk. Ja. Ja? En onder veldwerk versta ik echt op straat gaan, afgaan op meldingen en dat soort zaken. Maar ook als je gewoon rijdt op straat, niet gewoon rijden, want ik rijd nooit gewoon, maar je zit in een file en je zit in een file en je kijkt, dan zie je al die arme honden aan korte kettingen en die zijn er nog te veel. Er zijn nog te veel en echt te veel honden die aan kettingen gehouden worden en slecht gevoed worden. Die zijn er echt nog te veel. Ja. Je hebt natuurlijk ook de groep mensen die het nodig vinden om een aap als huisdier te hebben. Een aap is geen huisdier, dat weten we. Dat zijn dieren die in het wild behoren te leven. Maar ze zien er toch zo schattig uit, mevrouw, ja, die kleine aapjes. Precies, maar dat is het niet. Want die kleine aapjes worden groot, ze worden pubers. En ze beginnen dan seksuele behoeftes te krijgen. En vaak kunnen de mensen ze niet meer aan. Want soms langs de weg, langs bepaalde openbare wegen, kan mensen gewoon kopen. Ja, en dat is jammer en dat moet stoppen. Maar goed, en dat zal stoppen. En, want dat kan niet, je kan dat niet doen. Want ik weet niet of mensen weten dat de meeste apen die ze op straat zien, de baby's, dat die gestolen zijn van die moeder die doodgemaakt is vaak. Oké. Ja, want apen zijn het dichtst bij mensen en de moeder gaat haar kinderen beschermen. Maar elk dier beschermt haar kinderen. Ja. Toch? Maar die apen hebben dat ding heel sterk, dus je gaat niet zomaar een aap van de moeder kunnen nemen. En als we kijken naar vogels, ja. Soms zien we ook exotische vogels of papegaaien of andere type vogels die verkocht worden. Ja, kijk, je mag verkopen, maar laat het niet zo gebeuren. Niet op die manier dat er 30 papegaaien in zo'n kleine draadding zitten dat ze even in elkaar weer met draad hebben vastgemaakt. En ook de apen. Ja. Het is vaak genoeg te zien op Facebook en dat is jammer, want eigenlijk zowel de politie als LBB, Natuurbeheer, LVV, die zouden regelmatig bepaalde pagina's op Facebook moeten checken. Waarbij er zoveel van deze dieren verkocht worden en beschermde dieren. Ja, dus ook beschermde dieren die worden dus eigenlijk publiekelijk verkocht. Dus die met uitsterven bedreigd zijn, die met wet beschermd zijn. En ze zijn nog bij wet beschermd, ja. Okay. Ze worden met uitsterven bedreigd, maar je ziet ze gewoon op Facebook verschijnen. Om te kopen? Te kopen. Okay. Of levend of dood. Vandaag is de wet dierenwelzijn behandeld. Ik wil even teruggaan naar de geschiedenis, naar de achtergrond van deze wet. Hoe is die eigenlijk tot stand gekomen? En wie waren eigenlijk de eerste initiatiefnemers van deze wet? De eerste initiatiefnemers waren zeker de Stichting Henk Abrahams en de Stichting Dierenbescherming Suriname. Wij hebben echt jaren moeten strijden. Ja, maar dat ik het woord steeds moet gebruiken. Maar het is altijd een strijd. Ik ben blij dat vandaag alle assembleeleden heel euforisch waren en zeiden dat het zo leuk is dat die wet er is en dat het er moest zijn. Maar goed, het is geen gemakkelijke strijd geweest. Het is geen gemakkelijke lobby geweest van beide organisaties. En in 2009... is door de toenmalige minister van Justitie en Politie, de heer Santokki, is er toen op ons verzoek een commissie samengesteld. En die commissie moest dus een wet dierenwelzijn, een conceptwet dierenwelzijn voorbereiden. En dat is ook gebeurd. In die commissie zaten LVV, het ministerie van Justitie en Politie, afdeling wetgeving, maar ook de politie zelf, de politie. En natuurlijk de Henk Abraham Stichting en de Stichting Dierenbescherming Suriname. Mis ik eentje? Nee. En wij hebben 2 jaar gedelibereerd. En echt diepgaand hebben wij ons gebogen over
de wetgeving. Ja. En we hebben ons gefocust op, de wet is uitgegaan. We zijn uitgegaan van de 5 vrijheden, ook wel 5 rechten van dieren genoemd. En aan de hand daarvan hebben wij dus dat opgesteld. Dus jullie hebben op een gegeven moment een ontwerpwet ingesteld, althans de commissie. Maar ik weet niet wat er precies is gebeurd. Misschien is de wet blijven liggen ergens, maar in 2014 is hij weer opgedoken. We hebben en toen weer, kwam hij weer op de agenda van de assemblee. Nou, het is zo gegaan. Wij hebben toen, nadat wij, die toenmalige commissie klaar was met het concept, hebben we het aangeboden aan, en toen intussen was de heer Misijan minister van Justitie en Politie. En die heeft het op zijn beurt aangeboden aan het ministerie van LVV. Ja. En het is jaren blijven liggen bij LVV. Om onbegrijpelijke redenen. LVV vond het toen nodig, hoorden wij dat zij de FAO hebben ingeschakeld. Dat is de Food and Agricultural Organization van de United Nations. Ik bedoel, je vraagt je af, wat heeft de FAO te maken met dierenwelzijn? Althans, dierenwelzijn ten aanzien van companion animals, gezelschapsdieren. Mm. Dus maar dat is wel heel erg beperkt, want we hebben net al in het begin van het gesprek aangegeven dat als het gaat om dierenwelzijn, we moeten verder kijken dan alleen de scope van honden en katten. Juist, maar ze hebben alle dieren. Die wetgeving, en het zijn Engels sprekende mensen, het zijn mensen in de situatie, want wij hebben gefocust, in die commissie toen, hebben wij echt gefocust op de Surinaamse situaties. Ja. Want daar gaat het om. We konden natuurlijk ook die Nederlandse wetgeving nemen. En zeggen, alsjeblieft, gewoon de datum veranderen en de namen veranderen. En je biedt het aan, maar dat hebben we niet gedaan. Ja. We hebben er goed over nagedacht en zo. En we hebben zelfs een memorie van toelichting daaraan toegevoegd. Ja. Maar er gebeurde niets en toen zijn we de straat opgegaan. En dat was niet in 2014, maar in 2015. Ja. Toen hebben wij, de Henk Abraham Stichting, ook met de Stichting Dierenbescherming en Green Heritage Fund, hebben wij dus een protestdemonstratie georganiseerd, een vreedzame protestdemonstratie, omdat die roep is er om specifieke wetgeving, want er was wetgeving, er is wetgeving, waarmee de politie al 1000 jaar kan werken, maar niet doet. Mm-hmm. Ja. Maar in hoeverre gaat deze nieuwe wet dan echt een verandering brengen om het wel of de welzijn van dieren te verbeteren? Want als u zegt, er was al wetgeving, maar de politie deed niet zoveel. In hoeverre gaat deze nieuwe wet dan daadwerkelijk voor verandering zorgen? Of heeft het te maken met handhaving? Dat is de hoop. Dat is de hoop. Het is ook de hoop dat de staatsbesluiten hier gewoon komen. Want critici eerder vandaag in Mwant Intaki was een van de criticizers op de wet. Die zeiden, er zijn geen staatsbesluiten verbonden aan deze wet, waardoor het eigenlijk misschien gewoon weer een papieren tijger wordt. Juist. En dus en dat vinden we nu zo jammer. Wat wij hadden gemaakt, was redelijk uitgebreid. En als men had gezegd, oké, dit vinden we een beetje te veel, dan gaan we dat gooien in een memorie van toelichting enzovoort. Maar men heeft eigenlijk die wet van ons en het omgegooid. Maar in ieder geval om terug te komen op hoe die wet bij de assemblees belandt. In 2015 hebben we toen een vreedzame protestdemonstratie georganiseerd. En die wet zoals wij dat hadden samengesteld, hebben wij aangeboden aan de minister van LVV, de minister van Justitie en Politie en de voorzitter van de Nationale Assemblee. En toen kort daarop heeft mevrouw Simons ons ermee verrast door het tot, en met de 5 andere assembleeleden hebben ze het tot initiatiefwet gemaakt. En dat is prachtig. Dus wij waren helemaal blij enzovoort enzovoort. Maar het duurde weer even te lang. Ja. Als we nu kijken naar de wet zoals die nu is aangenomen. Wat zijn de grootste vooruitgangen die deze wet met zich meebrengt? Maar misschien wat zijn ook de grootste knelpunten? Ik kan daarop helaas geen antwoord geven. Omdat heel jammer. Ondanks verzoeken hebben wij de wet zoals die vandaag behandeld is niet ontvangen. Mm-hmm. We hebben dat niet ontvangen. Dus ik weet niet welke wijzigingen, want de commissie heeft hard gewerkt. Hè? Dus wel mijn complimenten aan de commissie. Mm-hmm. Zeker aan mevrouw Warso, alle leden van de commissie, met uitzondering van één. Maar
We zijn wel heel blij. Ze hebben echt hard gewerkt, dat weet ik. We mochten toentertijd werden we uitgenodigd om als deskundige om verder erover te praten. Maar daarna werden we niet meer uitgenodigd. En we hebben wel de wetgeving toegestuurd zoals ze toen gewijzigd hadden elke keer. En ze hadden dingen erbij eraan toegevoegd waarvan we dachten, maar hoe komen ze nou hierbij? Bijvoorbeeld dierenproeven. Ja. Ja, waarom moet een wet dierenproeven? En dan praten ze over, het dierenproeven komt dan onder doden van dieren. Mm. Ja? En dan artikel E toen, ik weet niet of het dezelfde staat, bij doden van dieren, artikel 6, lid E, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, zoals verder bij staatsbesluit geregeld. Maar dan geen staatsbesluit? Nee, maar we willen geen dierenproeven, het moet er helemaal uit. We willen geen dierenproeven in Suriname, maar waarvoor moeten we dierenproeven hebben? Wat willen we uitvinden in Suriname, dat een wiel vierkant is? En niet rond, willen we dat gaan uitvinden? Voordat we verder gaan, er is een klein videofragment waar ik even naartoe wil gaan. Het heeft nu, het beeldmateriaal heeft alleen betrekking op zwerfhonden. Maar ik denk dat het toch even belangrijk is dat we er even naartoe gaan, zodat de kijker thuis ook een beeld heeft van wat dieren in Suriname soms kan overkomen. Kijkt soms. U mee? Of heel vaak? Heel vaak. Ja, dat was dus Rinus, die in ieder geval weer gezond, of in ieder geval er bovenop is gekomen, hersteld is, gezond is. Maar misschien nog in het asiel is, net als heel veel andere honden en katten. Als we toch weer eventjes teruggaan naar de wet. Zeker in deze tijd van financiële crisis. Het hele jaar 2016 hebben we gehad over de economische situatie en noem maar op. De wet is wel een positieve stap om rechten van dieren te beschermen. Absoluut, en dierenwelzijn op de agenda te plaatsen. Maar heel veel zaken vallen en staan ook met geld. In hoeverre denkt u dat de financiële situatie waarin de overheid nu zit een invloed zal hebben op de handhaving Van deze wet, onder andere? Kijk, de overheid zou eigenlijk moeten begrijpen dat dierenwelzijn een overheidstaak is. Maar het wordt al jaren gedaan door NGO's. Het zijn twee stichtingen die zich echt elke dag fysiek, elke dag met dierenwelzijn bezighouden. Dat zijn de Stichting Henk Abrahams en de Stichting Dierenbescherming Suriname. En er vindt geen subsidie plaats. We worden niet ondersteund. Jullie worden alleen ondersteund door vrijwilligen, door donaties en hulp van vrijwilligers. Ja, en, ja precies. En we werken keihard. En daarom vind ik het jammer wanneer ik meneer Abdul vanavond in de assemblee hoor zeggen dat die stichtingen die pretenderen zich met dierenwelzijn bezig te houden. Maar waarom denkt u dat hij deze opmerking maakt? Want ik bedoel, omdat hij het had over die protestdemonstratie van laatst in november. Mm. Vermoedelijk, misschien ik denk dat meneer Abdul misschien een beetje zijn jas en zijn das enzovoort uit moet doen.
en met ons op het veld moet komen, gewoon een paar uren. Dan denk ik dat hij gaat zien waarmee we elke dag bezig zijn. Mm. Hoeveel dierenleed er is en hoe we ons elke dag weer vanaf we opstaan, 's morgens vroeg tot laat 's avonds bezig zijn met dierenwelzijn, het helpen van dieren. Hij bedoelt dat er dan van ons gezegd wordt dat we pretenderen. Mm. Dat vind ik wel een aanfluiting. Als u in welke boodschap, het is bijna kerst, einde van het jaar nadert, mensen hebben weer goede voornemens. Als u een boodschap zou kunnen hebben voor de kijkers thuis, als het gaat, wat kunnen wij doen als Surinamers in onze eigen omgeving, onze eigen buurten, om als we dierenleed zien in onze omgeving, wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat dieren ook een rechtvaardig een rechtvaardig bestaan kunnen hebben. Wat kan ik als burger doen als ik zie, hey, mijn buurman die heeft een hond, maar die is aan de ketting en die ketting is nog geen meter groot of meter lang. Ja. Mm-hmm. Kijk, wat mensen zouden moeten doen is de politie inschakelen. Hè? Want het komt ook voor, dierenbescherming, artikelen 413, 414, die komen voor in het wetboek van strafrecht. Er staat een boete van 10.000 op en gevangenisstraf. Mm-hmm. Let wel, vanaf 2016 is dierenmishandeling in Suriname een felony. Ik weet nooit hoe ik dat woord in het Nederlands moet zeggen, maar... Het is een misdaad. Juist, dank u. Het is een misdaad, net als wat de FBI in Amerika. Ja. Ook vanaf 2015 is in Amerika dierenmishandeling strafbaar. Maakt niet uit. Want dierenmishandeling kan een indicatie van een heleboel meer dingen zijn. Het kan een indicatie zijn van huiselijk geweld. Ja. Iemand die een dier elke dag, een hond elke dag mishandelt, of een kat schopt hier en daar of zo, of een kind. Het kan duiden op een vervelende thuissituatie. Ja. Maar daarvoor moet dat dier boeten. Want wie gaat zich druk maken om dat dier? Ja. Maar wat je ook hebt is dat bij vele seriemoordenaars, ja, en tot recent, hè, al die beschietingen en zo, ja, Amerika en zo, heeft het onderzoek uitgewezen dat al deze mensen zijn begonnen met oefenen op dieren. Op dieren. Okay. It starts with animals and ends with humans. En daarom zou de politie alerter moeten zijn. Het vervelende is dat we niet zo vaak medewerking krijgen van de politie. We krijgen vaak te horen van mevrouw, u denkt toch zeker niet dat ik ga uitdrukken voor een hond. Ja. En dat soort dingen. Maar aan de andere kant weigeren ze, mogen we bepaalde handelingen ook niet plegen. Ja, ik praat niet over doodschieten of zo, maar ja, gewoon een erf betreden. Wat zij vinden, zij mogen niet, ik mag niet. Ja. Maar je moet je dan naar buiten kijken naar een hond die helemaal vastgestrengeld is. En weet je, dat soort dingen. Maar goed, de boodschap aan de Surinaamse samenleving is, dieren zijn levende wezens. Ze hebben hart, ze hebben longen, ze hebben nieren, ze hebben alle organen die u heeft. Ja. In een beetje andere proporties. Maar ze hebben alle organen. Ze kunnen dezelfde ziektes krijgen die mensen krijgen. Honden krijgen ook geslachtsziekten. Honden, katten, andere dieren, alle diabetes, just name it. Ja. Alles wat een mens krijgt. Maar honden hebben ook honger. En honden voelen. Ze voelen, dieren voelen. We moeten ze geen pijn doen. Wat we merken wel met deze aankomende feestdagen is dat de mate waarin er gedumpt wordt, is toegenomen. Ja. En dat is elk jaar zo. Ja. Het lijkt wel alsof mensen met die schoonmaak die dieren ook dumpen bij het grofvuil. Oké. Dus laten we, in ieder geval voor de kijkers thuis, dieren zijn net mensen eigenlijk, of tenminste, ze hebben dezelfde organen, ze voelen, ze leven. Ja. En laten we hopen dat voor het nieuwe jaar, en zeker ook met deze wet, niet alleen de maatschappij het welzijn van dieren serieuzer neemt, maar ook de instituten die in place zijn gebracht om ervoor te waken dat dieren ook echt beschermd worden. En mag ik u, mevrouw Ashraf, heel veel succes wensen, ook het komende jaar, in uw strijd om ervoor te zorgen dat dieren in Suriname ook een fijn leven hebben in onze maatschappij. Ja, dank u wel voor uw komst. Ja, dames en heren, dit was het weer voor Achter het Nieuws voor dinsdag. Dit was ook mijn laatste Achter het Nieuws voor 2016. Vanaf deze plek wil ik
iedereen bij de STVS, productieteam, camera, visagie, floor manager, iedereen bedanken om elke dinsdag er weer een mooie uitzending van te maken. Ik wil u, de kijker thuis, ook bedanken dat u elke keer weer afgestemd bent op de STVS. En mijn gasten die elke keer ook komen om zo een mooie uitzending te maken. Ik wil iedereen een gezond en voorspoedig 2017 toewensen. En tot volgend jaar. Goeiedag, we zijn nu bezig met de kokosproef. Welke van de twee drankjes is gemaakt van verse, pure kokosmelk? Get your coconut water, but it's good for your daughter. Coconut water, iron, make it strong like a lion. Nee, dit is het. You can cook it in a pot, you can serve it very hot. Coconut water, iron, make it strong like a lion. Roelie's Lighting and Decor. Anywhere, any event. Since 1989, your partner in lighting and decor. Roelie's voor de opzet van diverse tenten in verschillende modellen en formaten. De aankleding van tafels, het leggen van rode lopers, vloerbedekking, afzetpalen. Bij Roelie's Lighting and Decor bent u ook terecht voor een podium, een LED-dansvloer, kunststofvloeren, mistventilatoren, sierplanten met speciale aandacht voor de palmen, cabines en booths voor expo's en beurzen, generatoren, de opzet van trustwerken, LED-schermen, LED-stadtafels, LED-baars en LED-krukken, lampionnen, verschillende maro's, kristalzuilen, westerse lampen en kroonluchters, bruidstoelen, weddingstages, bloemdecoraties en LED-verlichting. Roelie's Lighting and Decor. Anywhere, any event. In Dierenland 20 tot 22. Telefoon 533-206, 533-681 of 88-19-15-9.